Nou, we staan hier bij Rob Batenburg van de restauratiewerkplaats. Rob, met wat voor object ben je nu weer bezig? We zijn hier net begonnen met de basisconstructie te maken voor de kap van Nolet. Daar maken wij de kap en het staartwerk van. Dat is de traditionele onderdelen die aan die molen komen. Het is natuurlijk een combinatie dadelijk van een moderne techniek. Het wordt een betonnen huls met een metselwerk klamp eromheen. En de basisconstructie van de kap is in dit geval dan een stalen frame. En wij maken daar de traditionele constructie omheen. En de molen gaat straks elektriciteit opwekken in plaats van het malen wat de andere molens hier doen. Er komt ook geen gaande werk in, maar het is gewoon een heel moderne inrichting die elektriciteit opwekt voor het bedrijf zelf. En jij is nou voor het eerst dat je met zo'n kap met staal werkt? Ja, het is voor het eerst dat we die combinatie maken. Normaal maken we de complete kap helemaal in hout, zoals bij al de authentieke molens hier hetzelfde allemaal is. Alleen in dit geval is het de eerste keer dat we een combinatie maken van staal en hout. Wij maken dan het houtgedeelte en het staal wordt ergens anders gedaan. En de wieken, maak je die ook? Nee, ook de wieken zijn in dit geval heel anders dan op de andere molens. Het wordt gebaseerd op de moderne windturbines en de hele aerodynamica die daaraan vastzit. En in die zin heeft het niks te maken meer met de oude wiekvorm zoals die op deze molen zit. Wat ga je na de molen Nolet doen? Heb je al iets anders in je hoofd? Volgend jaar hebben we een heel druk programma. Moet Molen de Noord hier in Schiedam een grote restauratie ondergaan. We moeten in Rotterdam een nieuwe kap maken voor een molen, waarschijnlijk in Hilgersberg. En de molen van Nolet moet volgend jaar natuurlijk helemaal afgemaakt worden. We staan hier bij drukkerij Bruno Kouwen in de Walvisstraat. Bruno, is dit pand eigenlijk ook een monument? Zowel het pand is een monument als de drukkerij. De drukkerij is intussen een grafisch monument geworden, ja. Doe je dat ieder jaar dit? Nee, ik doe niet elk jaar mee als het uitkomt. Dit jaar had ik er wel weer een keer zin in. En dat er ook de vraag naar was vanuit de organisatie en ik heb weer een keer ja gezegd. Heb je veel mensen binnen gehad? Ik heb heel veel mensen binnen gehad, een aardig aantal al. En ook zeer enthousiaste mensen. De mond valt open, want ze zien verbazing, bewondering en vertwijfeling. Goh, het is er nog. Ja. En wat heel die boekdruk die bestaat nauwelijks meer. Ik denk dat je een van de weinigen in Nederland bent die nog op de ouderwetse wijze drukt met deze drukpersen. Ja, dat klopt. Ik ben een van de laatste geschoolde drukkerspatroons in Nederland die nog alleen in deze boekdruktechniek werkt. En is inderdaad uniek geworden. Maar vakkundig is het zo dat het allemaal up-to-date is en volgens de regels van het vak en de tradities een echte grafische professionele boekdrukkerij. Ja. En je draait ook een film hier voor de mensen? Ja, klopt ook. Die wordt ook heel goed ontvangen en daar hoef je niet alles te vertellen. Je ziet het gebeuren. Om alles uit te leggen in de praktijk is moeilijk zijn. De film vangt het mooi op en daar is alles in kleur en beeld en met de begeleiding allemaal mooi te volgen. En de mensen waarderen dat zeer. Ja. Dat is een heel schön.
Gooi van wachtgodshalen al, is dus in de hel. En we vechten überall. We volgen de bevelen en vragen niet waarom. Het kan ons ook niet schelen. We leiden lieber dom, we leiden lieber dom. We vloeken onze ogen, we worden onverbranden. Oh, Diva, met plezier. Iedereen, de baljuw, de schouten, de tweede burgemeester. Ikzelf natuurlijk, de goede vader, de schepenen, het hele stadsbestuur. Ik zou voor jou mijn leven willen geven. Stel maar in een pot te leven, dan baad ik elke dag in overvloed. Als jij de planten water gaat geven. Je gaat toch weg, idioot! Laat me nou toch eens met rust, man! We staan hier voor Sjoerd de Jonk en hoe heet deze kerk? De Westvestkerk. Het is niet zo'n bekende kerk in Schiedam, hè? Nee, het is een vrijzinnige kerk. Ooit een afsplitsing van orthodox-protestantse stromingen. En eind 1800, 1880, 1890 zijn dit soort stromingen ontstaan. Eigenlijk een reactie op de orthodoxie binnen de toenmalig hervormde kerk. Er worden orgelconcerten gegeven hier, dat is natuurlijk vandaag specifiek. En andere dagen ook orgelconcerten? Orgelconcerten worden niet zoveel gegeven, wel ontzettend veel klassieke pianoconcerten en dat soort zaken. Een heel winterprogramma is er. Dat is ook er is een speciale website voor. Ik ken helaas niet de naam van de website. Maar elke winter zijn er een hele serie van klassieke concerten. Die organist die kan er nogal wat van, hè? Hoe heet hij? Dit is, even denken, Hjalmar Rozing hebben we gehad. En dit is Frank Snyder die nu het laatst speelde. Ja, dat is onze vaste kerkorganist. Die speelt elke zondag en is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het orgel. Restauratieplannen en dat soort zaken gaan allemaal via hem. Is deze kerk een monument? Ja, de kerk is een Rijksmonument geworden inderdaad. En het orgel is men bezig om daar een monumentenstatus aan te geven. Natuurlijk lastig in deze tijden, hè? Ja, het is lastig. Het biedt ook voordelen monumenten. Enerzijds, je zit natuurlijk vast aan een bepaald onderhoudsschema. Anderzijds komen er weer gelden vrij om het onderhoud vlot te doen verlopen. Dus het heeft zijn voordelen. Zijn er nog bijzonderheden aan deze kerk? Ja, het bijzondere van het gebouw zou je kunnen zeggen. Nou, het eerste, gezien de concerten, het is een ontzettend goede akoestiek. Is in de loop van de tijd gebleken. Blijkt ook telkens bij de concerten weer. En iets bijzonders wat betreft de bouw is, het is een gebouw van de architect Evers. Die is ook de ontwerper van het stadhuis in Rotterdam. Mensen die echt wat van architectuur weten, die zien dus wel overeenkomsten tussen die beide bouwwerken. Het stadhuis in Rotterdam en deze kerk. Zijn van dezelfde tijd, ik denk 1909 is dit kerkgebouw gebouwd. Het stadhuis in Rotterdam is mijnzins iets later gebouwd. Kan je ze laten zien, dus jammer dat er nog stroop bestaat. En een beetje mensen die een pannenkoek kunnen betalen. Kwaliteit op de haven, bij de molen. En dan rollen we hem zo op. Ik ga voor je goede pak. Ja, dan moet toch weer terug naar week af. Perfect. Nou, we staan nu in de molen de Walvis. Ik zie hier drie, vier dames. Ze zijn in klederdracht. Waarom is dat?
Dat hebben we vandaag speciaal gedaan omdat het vandaag de monumentendag was. En dan vonden we het leuk om in klederdracht te gaan komen van de 17e eeuw. En liepen ze er zo bij in Schiedam, de molenverkopers? De handelaars en de verkopers die liepen er zo bij. We hebben één dame die ziet er vrij netjes uitgekleed. Dat is een dame van klasse. En verder zijn wij allemaal de arbeidersdames van Schiedam rond 1900. Kortom, de arme sloebers. Juist, de arme sloebers, de arbeiders, de molenvrouwen, de marktvrouwen. Zo zagen de dames in die periode eruit.